Duizenden Khalid Koert supporters worden verwacht bij Het Gevecht in het Tilburgse Ibis Hotel. De populaire sportleraar wordt voor Het Gevecht klaargestoomd door een bekende Brabantse bokser. Dat is André Jansen, mijn boksleraar. Hij is mij bezig te voorbereiden. Gewoon 3 keer, 4 keer in de week lekker boksen, conditie trainen, sparren. Bam, 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 bam. Het gevecht wordt een soort interland. 2 november, Stadsporthal Tilburg. Khalid is Tilburg Turks en tegenstander en Plaire is Bos Marokkaans. Ik ga winnen. Daarvoor train ik hard. Ik ga tegen Eup Lambre vechten. Hij is de bekende scheidsrechter van heel grote kickboxbond van Nederland. Khalid is een echte knokker, dus we moeten zorgen dat de conditie en de spirit er gewoon in zitten. Hij moet gewoon, als hij kapot is, moet hij nog door kunnen gaan. Dus daar ga ik hem eventjes bijbrengen nog heel even. En ik heb er goed vertrouwen in. En heel Nederland praat over. Dat kan zijn, maar er zijn ook zorgen. Zijn overgewicht. Ja, zijn zwembandjes. Maar dat is zijn bouw, dat is geen probleem. Als het lukt om een oude sportman in no time klaar te stomen voor het gevecht. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Oh, als verslaggever. Godskeleren. Ja, heb je heel wat te in? Dan moet het mij ook lukken. Heb je wat te incasseren? Oh. Ik heb heel zaak gedaan. Lul.